Er moet een grootschalig bevolkingsonderzoek komen naar Q-koorts. De ziekte is overdraagbaar van dieren op mensen. In sommige gevallen kunnen de klachten chronisch zijn. De provincies Overijssel en Noord-Brabant vragen het kabinet om besmette mensen op te sporen. Afgelopen mei bleek dat er veel meer mensen zijn overleden aan de gevolgen van Q-koorts dan gedacht. Het dodental stond op 26, maar dat is nu bijgesteld naar 74. Dat vinden wij schokkend. En daarnaast lopen er nog waarschijnlijk minimaal 400 mensen in Nederland rond met Q-koorts zonder dat ze dat weten. En deze mensen lopen gevaar. De PvdA in Overijssel wil een landelijk bevolkingsonderzoek, zodat de ziekte eerder wordt vastgesteld. Je kunt een straal rond een besmet gebied onderzoeken, want die mensen lopen een groter risico. Je kunt ook preventief in ziekenhuizen, als mensen met bepaalde klachten aankomen, dan standaard een Q-koorts onderzoek doen. De oproep voor een bevolkingsonderzoek wordt ondersteund door de stichting Q-Support, de landelijke organisatie die slachtoffers helpt.